in de duisternis. Ik ben dus thuis. Ik heb boodschappen gedaan. Ik heb ook wel al boksen weer naar boven gebracht. Want in die vuilniszakken, daar zat ook spul in. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag zondag en we leven alweer op 17 januari en het is 4:15 en ik ga me weer eens even met mijn hondjes uit. En ik heb nog helemaal niks gedaan, nee. Want, dat doet eenvoudige reden, het is zondag, het is mijn dag. Ik kom laat uit bed omdat ik pas ook heel laat in slaap viel, zeker vroeg voor jullie misschien. Maar het was 7:30, heb ik het nog zien worden, dus ja. Ik heb op mijn bed gelegen, ja zeker te weten, ik heb op bed gelegen. Ja en slapen weer, ik weet niet wat ik heb. Ik kan niet slapen, ik ontbijt nog zo goed, ik slaap niet. Dus ja, dan heb je in principe niks meer aan je dag en ik moet de hondjes uitlaten en ik had eigenlijk ook boodschappen doen. Dat vergat ik maar, na morgen heb ik geen drinken. Ja, watertje. Nou ja, ik zie wel wat ik doe. Ik ga eerst in ieder geval met de hondjes uit. En ik denk dat ik dan wel even de boosterpak, even naar de FOMA rijden, toch even wat drink ook haal en even een snackie voorbij de, even vanavond. Ik heb wel zin in wat. En dan vlieg ik tegen het keukenraam aan. Ja, want ik wil dat leeg hebben, ik wil dat schoon hebben, kan dat ook opgeruimd worden. Ik heb ook wel al boksen weer naar boven gebracht. Want in die vuilniszakken, daar zat ook spul in. Die krans die daar hing, heb ik al opgeruimd. Die is ook naar boven. Nou, en aan mijn booster zit nog die kerstboom ook. Die moet ik ook nog van de week eraf halen. Dus ja, komt allemaal wel goed. Ik ga nou eerst lekker mijn hondjes even doen. En als ik terug wil, dan pak ik gelijk de booster. Kom ik weer terug. En dan klik ik gelijk tegen het raam aan en halverwege dat gebeuren kom ik nog wel weer even terug. Maar ook wens ik jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en De Beestenboel. Het is een beetje absurd allemaal, maar ja, je hebt met een absurd mens te maken, dus ja, ik ben toch een mat mens, zeg ik. Ja, nou ja, beter mat dan... Ze zeggen dat ik maf en dat ik lief ben en ja, gek op een dolletje ben, moet allemaal kunnen. Ja. Nou, wat is dat? Nee, ik weet niet. Dat zal. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dag en van jullie leven. En ja, maak er wat moois van. Ja, ook al is het eindmiddag, maak er wat moois van. Je kan nog weg, ja, maar denk erom, je mag geloven, oh ja, dat was niet sneeuw, moet je de natuur weer niet in, nee, blijf in je tuin, nou ja, oké. Kan ook, maar ik ga lekker met de hondjes toch door, ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, ja, het is donker, die ook maar even, zo, meer licht in de duisternis. Ik ben dus thuis, ik heb boodschappen gedaan, tas vol, ik heb gelijk 2 zakken kattengrippen meegenomen, die staan daar op mijn bureau. Dat, ja, het is niet meer die kleine grijze zakken, maar het zijn nou andere zakken. Ja, die heb ik nou. En dus ja, en mijn camera, die wou het niet doen dat ik wegging, dus ik heb een andere camera gepakt. Die even aangesloten op een computer, de computer even aangehad. En dat lukte wel, dus ja, dat is goed gekomen. Hij had geen internet. Ik denk dat, ja, ik heb geen internet gehad met mijn computer. Dus hij is weer van de waar. Dus ja, ik weet niet hoe dat allemaal moet. En, patverdikje, Magnia. En dus ja, moet ik hier nog straks ook aan het werk? Ja, ik wil het raam gedaan hebben. Echt waar. Dus dat komt wel goed. Dat ga ik gewoon doen straks. En ja, ook koud hoor. Maar het heeft ook wat langer geduurd bij de FOMA dan het nodig was. Ik heb een hele tijd staan te praten met een vreemde meneer, een Poolse meneer, sprak Nederlands, goed te verstaan, hij werkt hier, hij is elektricien, maar hij stond af en toe naar adem te snakken, want hij had een monddoekje voor. Ik zeg, mankeert u wat? Ja, ik heb astma, ik ben astmatisch. Ik zeg, doe dat ding eraf. Ja, maar dat mag niet. Ik zeg, pardon. Ik zeg, ik rij ook zo. Ik heb ook een longaandoening. Dus af dat ding. Toen heb ik mijn papier laten zien en ik heb gezegd wat hij doen moest en dat zou hij allemaal doen. En voor dank zou die mij hier helpen met de elektriciteit. Nou ja, kom maar op. Ja toch? Ja, helemaal geweldig. Heel geweldig. Ja, had ik nou ook koffie in mijn kopje gedaan? Ja, dan gaat er water op. En zo, water bij. Ja toch? Ja. En wat ik ook heb, ik zoeken, ik heb hem er al laatst doorheen gekeken. En dan zal hij wel weer ergens naar beneden gezakt zijn. Ja, goed mooi. En Bounty. Ja, lekker, 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 lekker. Even zien. Of ik ook appberichtjes heb gehad. Want... nee. Nee, geen appberichtjes nog. Nou, voor de rest bekijken het allemaal maar. Geen zin in. Ik ga lekker aan de Bounty en een bak koffie en de tas gelijk opruimen. En dan ga ik aan de gang. Ja, dan kom ik daarna wel weer terug. Dus ik zeg, lieve vrienden, ik hoef ook niet om aan eten te denken, want ik heb eten. Ik heb ballen gehakt, dus die gaan straks in de superpan en dat hoef ik op te zetten. De honden hebben eten, het is enkel Gandalf en ik. Nou ja, mijn eten is op te warmen en dat zijn van Gandalf is ook zo klaar, ja toch? En mijn oog die prikt. Nou, dat gaat ook wel weer over dat ik een oud kereltje ben. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie. Het is nog steeds middag. Ja, het is nog geen 6 uur, dus namiddag. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, hallo lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour, zoals ik al had beloofd. En ja, ik ben druk bezig geweest, echt waar. Kijk maar, ook de plantjes staan er weer voor. Rijka kan er weer op, zoals normaal. Enkel ja, ze kan enkel daar maar tussendoor koekeloeren. Maar geen randjes meer onder, want ik heb die lager gedaan dan die. Zoals jullie zien. Ja, oh, dat zit goed. Ja, want ja, dat raam is hoger, dus ja, ik denk ik doe die lager, want dan is die onderkier weg. Ja, en mijn plantje, ja, die heeft licht nodig, toch? Als jullie dat niet vinden staan zo op deze manier, dan hoor ik het graag. Dan kunnen jullie het hieronder neerzetten, hè. Gewoon eventjes doen, ja. Gewoon even een reactie van, nou, je kunt hem beter wel omhoog doen, Corina, want dat staat toch beter. Maar ja, het is wel netjes en schoon. Zo is dat. Ja, toch? Ja. Slingers ik gelijk opgeruimd. De ballen zitten in die in mijn moek opruimen. Ik ga vanavond mooi lekker door. Ik ga zo eerst naar de wc en de hondjes uitlaten. Dan kom ik terug. Dan denk ik dat ik eerst die opdraaislinger daar weghaal. Die van de lamp naar mijn computer toe loopt, daar boven in de lucht. En dat ik dan ook ga eten. Ja, ik heb helemaal geen honger. Maar ik moet wel, weet je. Dus, maar oké, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles. Ja, ik begin nou eindelijk op te schieten. Nou, dat weg opgeruimd is, dan voel ik, ja, nou moet dat ook nog, maar ik denk eerst die tafel maar. En ik moet die emmer leeg hebben. Nou, en dan dat, maar daar zitten geen ballen in. Dat kun je zo opruimen en die moet enkel voorzichtig, die daar hangt. Die moet heel voorzichtig opgerold worden om een kokertje van papier heen en dan komt het hier weer in deze bus. Ja, in deze bus komt dat. Dat ik het kokertje heb gelaten. Nou ja, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet uit mijn hoofd. Maar die vind ik wel. Nou, en dan moet dat allemaal nog weg. Daar komt weer een schilderij te hangen. Een echte schilderij wel te verstaan. Ja, een echte schilderij die door een maatje van mij gemaakt is. Ja, Appie, hoe heet hij nou? Ik vergeet zijn achternaam altijd. Oh jee. Maar hij is kunstschilder en echt giga mooi. En die heeft het huisje van mijn vader, waar mijn vader is in geboren, heeft hij dus op doek gezet. En het was al op doek, maar mijn vader, mijn stiefvader was dat, die had gezegd tegen zijn zoon van, die krijg je pas wanneer ik dus, Corina, hem ook heb kunnen laten overschilderen. Daar moeten we wel de ruimte en de tijd voor hebben en iemand vinden die dat kan. Kreeg ik niet? Nee, kreeg ik niet. Moest maar via foto's. Ja? Dus ik moest hem inleveren en dan werden er eerst foto's gemaakt en dan moest ik hem inleveren. Nou, lekker dan, hè? Kom op, dat was mijn stiefbroer. Nou, inderdaad een stiefbroer. Maar dat. Kijk, legt ook nog op de rand. Glittertje, de glittertje. Maar in ieder geval, ja, legt meer troep op de grond, hoor. Ja, maar ja, ik ga nou niet meer zuigen. Dat doe ik wel even met de bezem. Ja. Nou ja, er staat nog een zootje afwas. Maar dat kan me ook niet deren. Nee hoor. Rekkenvader enzovoort. Dat komt allemaal wel heel goed. Ja. Kleine beetjes komen hier er ook. Ja hoor. Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen? Ze zijn lief. Ja, ik hoorde de televisie, want ik heb er nou dus uit, omdat ik heb nog geen televisie meer aan nu. Maar ik had hem wel aan vanwege de hondjes, hoevaf, ja. Er is toch geluid om me heen. En die hoorde ik. Dus als ik de televisie in de winkel hoor, via een of andere camera, maakt niet uit welke van de twee, dan moet ik mijn hondjes toch ook horen spelen of horen blaffen of horen piepen. Als hij nou nog een keer zit te zeiken hiernaast, nou dan krijgt hij een flesje zijn cadeau van mij. Alsjeblieft, hé wat een zeiken, er zijn zeiken. Hartje dikke me. Echt, ik word zo boos op zo'n man. Laten we dan op een hutje in de heide gaan wonen. Ja toch? Daar heb je rust. En het is nog een jonge gast, ergens in de 40. Kom op zeg. Alsof hij nooit lawaai maakt. Nee, hij juist. Wanneer het hem uitkomt, maakt hij lawaai, ja. Wanneer het hem uitkomt. En niet dagelijks, nee, niet 's nachts of zo een keer. Als 's morgens vroeg zit hij te smijten met zijn deur. Ja, maakt niet uit. Nee, of expres trap lopen, heel hard, boom, boom, boom. Ja. Hij heeft ons zo aan het sarren geweest toen in de beginperiode. Steentjes tegen onze ramen aangegooid. Politie erbij gehad. Hij kon dokken, jazeker, want hij heeft het gedaan. Moedwillig. Wij waren op bed te slapen. En ineens hoorden we Frodo blaffen. Wat is dit? Dus ik naar beneden. En Frodo die was een beetje angstig. Ik zei, nou doe je rustig, er is toch niks? Weet je, zo op die manier. En ineens hoor ik het weer tegen het raam aan. En ik denk, wat is dit? Dus ik deur een stukje open stiekem. En ineens zie ik hem met zijn kop boven een schutting komen. Maar hij heeft altijd s'nachts licht aan in de tuin. Hij heeft van die lampjes allemaal. Prima, moet hij weten. Maar door zijn eigen lamplicht, dat scheen op zijn hoofd. Dus ja, ik zag gelijk dat hij dat was. Ik zeg, nou ben je van mij. Ik zeg, vuil op. Nou ja, je weet het wel wat je dan gaat zeggen. Nou, dat heb ik ook gedaan, maar ja, dat hoorde Jack toen allemaal. En die komt dus met moeite en pijn naar beneden. En ze verdenkt dat sowieso het geval. Nou ja. Die heeft mij een broek aangetrokken en we hebben gewacht dat de omgeving terugkwam. En ja, niet normaal meer. Maar Frodo die was gelijk bang en die wou meteen naar boven toe, weet je. Nou, zo zielig. Hij had het niet weer te flikken, want hij is van mij. Dat is ook weer de politie. Laat hem oprotten. Ik heb gelukkig die hele rapportage nog, hè. Ja, die staat in de kast. Ja, echt. Mijn man heeft die helemaal een rapportage aangemaakt destijds. En dat heb ik allemaal nog. Dat gaat niet weg. Nee, je weet nooit waar het goed voor is. Dus, maar oké, ik ga mijn boefaffies lekker even uitlaten, veststaan en dan jas aan en dan gaan we weer met die banaan. Ik moet even hun bandjes nog opzoeken, die hak geloof ik op de vensterbank leggen met licht erin. Maar ik moet voor Elwing te zijner tijd moet ik ook een band hebben, maar groter, waar ook licht in zit. Ja, want deze is eigenlijk voor het groei te klein, want ik kan maar een klein stukje vastmaken met splitterband. Zo'n stukje. En... maar dan gaat hij ook aan de eigen band vastzitten. En dat is lastig. En haren, de haar gaat er aan vastzitten, de vachten. Nou, het is gewoon lastig, is niet leuk. Maar ja, je moet er wel kunnen zien in het donker. En vooral het verkeer die je tegen kan komen. Dus ja, dat moet wel even. Maar oké, lieve vrienden, ik ga snel verder opschieten. Dat grote licht is zo meteen uit. En dan ga ik eerst lopen. En daarna ga ik verder hier ook. Ja, en hoe laat ik eten? Ik moet eten daarmee uit, maar hoe laat, het maakt mij niet uit. Dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei! Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we dan weer. Ja, het is, ja, voor mij nog steeds zondag, maar het is al 1 uur geweest hoor. Ja, ik ben net klaar. Ja, en ik ben trots op mezelf. Ik heb dat moet nog. En dat moet nog. Die taart moet nog opgeruimd worden. Nou, die taart die hangt er al van vorig jaar. Oei, oei, oei. Maar dat doet er niet toe. Maar ik heb hier lekker netjes verder. Ik heb geveegd hem natuurlijk. Ga je niet zuigen. Die doe je niet. Rustig aan, maar voilà. Mijn tafel is klaar. Geen takken meer. Ik moet even mijn staart uitkijken hier, want daar zit Elwing, hé, madame, en daar zit Gandalf, en daar is Rijka. Nou, ik heb het hier klaar, keurig netjes, ook die slingers weg, takken weg, schilderij, het huisje van mijn papa. Alles is weer netjes. Ik moet denk ik dat nog even opruimen. En daar staat de laatste box. Want buiten, daar hangen nog wel takken. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar ja, ik hoop het van wel. Maar jullie weten dat daar nog takken hingen. Dus die hangen er nog. Met slingers en ballen erin. Nou ja, dat moet dus in die box, die ballen. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Hé, dames. Oh. Je moet niet met mij komen. Je lokt het zelf uit. Nee, dat deed het vrouwtje hier. Met mijn stoel tegen de salontafel. Nou. Malle meiden. Oeh, jeetje. Oh, lekker. Ja, en dan, ik zal mijn koffieschoon drinken en ik heb even kaarschippies. En als ik dat op heb, ga ik met mijn hondjes uit en dan ga ik naar bedje toe. Ja, ik ben het zat, ik ben moe, maar als ik slapen kan, weet ik niet. Nee, maar ik ben wel kapot. Maar ja, ik heb ook heel veel gedaan. Enkel, ja, er ging ook een hart met rozen erin. Die had mijn surrogaatzusje Wilma gemaakt als rouwboeket voor mijn mannetje. Maar dat valt helemaal uit elkaar. Ik vraag TZT als zij weer even een nieuwe wilt maken, want ik vind dat zonde. Want zoiets, ja, dat wil ik laten hangen. Ik heb wel het gedicht van mijn dochter weggehaald, want dat ligt daar. Want dat hing er al zo lang, maar de foto die ze zelf heb gemaakt, dat is een tekening, ze moest een eigen portret tekenen. Nou. En dat was die. Nou, dat vind ik toch mooi. Dus. Rijka. Moet je dat nou zien, hè? Belhamel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust dat jullie ook nog naar bed toe moeten. En anders zou ik zeggen weer goedemorgen en dag zonder zorgen, hoop ik. Maar ik zeg wel van welterusten en tot morgen. En dan kom ik wel weer naartoe. Ja, dus zeggen welterusten, het was me waar genoegen. En we zien elkaar morgen wel. Dus zeggen tot dan, doei!